Jongeren in Vrederust hebben een eigen buurthuis gekregen, genaamd Centrum Vrederust, achter het Zuidwestcollege. Stichting Mooi verzorgt hier de activiteiten. Er was heel veel vraag naar vanuit de wijk, vanuit de jeugd zelf. En uiteindelijk hebben we in het najaar van vorig jaar met elkaar afgesproken gaan op zoek naar een voorziening. En dit is het resultaat. Ruimte voor de jongeren, een eigen ruimte waar ze terecht kunnen in hun vrije tijd om te ontspannen, te relaxen. Maar ook vooral gewoon elkaar te ontmoeten. En zichzelf verder te ontwikkelen. We vinden het ook heel belangrijk dat de jeugd verbinding legt met de wijkbewoners, hè, in de wijk waar ze wonen. Dus we gaan ze ook absoluut pushen en stimuleren om burgerinitiatieven te ontplooien in hun wijk. Dat betekent dat ze soms gewoon klusjes doen hier in de wijk voor een ander. We willen hiermee de eigen kracht van de jeugd gewoon vergroten. Dat ze eigenaar worden, dat ze verantwoordelijkheidsgevoel krijgen hier in de wijk. Tot voor kort konden de jongeren nergens anders terecht dan op straat. En dit zorgde vaak voor problemen. Er was niet veel te doen in de buurt zelf, dus ja, werd er zeg maar veel buitengangen, rondgang in de buurt zelf. Daarvan kreeg ik veel problemen in de wijk zelf met de politie. Want vroeger bleven altijd de jongeren buiten hangen en toen gingen ze allemaal criminaliteit. Deden ze dat meestal altijd, gingen ze stelen of gingen ze naar de winkel, maar nu hebben ze altijd wel wat te doen. Er was sprake van verveling onder de jongeren. Dat ging gepaard met overlast. Nou, inmiddels gaat dat veel beter. En nu doen ze dat minder omdat ze altijd bezig zijn met iets. Vooral nu gaan ze altijd naar het buurthuis. PlayStation, zijn ze daar zo mee geconcentreerd dat ze daar niet aan denken meer. Het buurtcentrum staat vooralsnog tijdelijk op deze plek, in afwachting van een definitieve locatie. We mogen hier in ieder geval een jaar blijven. Ik blijf positief. We hebben een commitment van alle partijen die hier iets van moeten vinden. Die willen allemaal dat er een voorziening komt voor de jeugd. Dus ik ga ervan uit dat we ons best gaan doen met z'n allen om dat ook te bewerkstelligen.